Voor Lucas, hè? Goed. Wacht even, welk nummer zetten we? 5? Koffie met de Koning, aflevering 5, gaan we nu aan beginnen. Waar we naar vooruitkijken is naar de thuiswedstrijd tegen Heracles. Nog steeds met lege tribunes zoals hier op O. En we blikken natuurlijk even terug op die jammerlijke verliespartij uit bij Grun. Het kaarsje op tafel brandt nog niet, want Hans, is het al tijd om kaarsjes te gaan branden voor VVV? Nee, kom op. We zitten naar de 8e wedstrijd toe. En daar gaan we een mooie pot van maken. We gaan proberen de winst binnen te houden. Ja. Ja, dat is altijd het streven van ons. Uiteraard. Dat is aanstaande zaterdag wederom zo tegen Heracles. Dat was ook zo tegen Groningen. Kwam niet helemaal uit de verf. Alleen, je maakt hem op het eind. Stan van Dijk krijgt nog een dikke kans. En dan kan iedereen wel zeggen, kansloos vind ik sowieso onzin. Want als je kansloos bent, kun je ook geen doelpunt maken. En dat maak je. Maar je maakt het doelpunt eigenlijk net te laat. Hè? Ja, het was wel een mooie goal. Dat zeker. Ja, dat sowieso. Alleen het vervelende daarvan is, als je de gehele wedstrijd ziet, is dat wij 1 of 2 momenten weggegeven hebben aan Groningen. Ja. En dat we natuurlijk met die tweede goal, ja, dan stonden we in de restverdediging niet goed. Maar daartussendoor hebben we gewoon aardig meegevoetbald. Hebben we geprobeerd wat kansen te creëren. Ja, en als dan een minuut of 6 voor tijd die bal inkopt, dan hebben we nog zeker 5 minuten blessuretijd, dat wisten we. Nou, dan zit je op 11 minuten en dan had misschien het scenario van AZ wel uit de kast kunnen komen. Giacomakis maakt een fantastisch doelpunt. Dat ziet niet iedereen, maar dat 6e streepje achter zijn naam, dat ziet wel iedereen. Dadelijk wordt het winterstop. Er zullen vast wat teams zijn die geen lekker scorende spits hebben, die voorin niet zo lekker draaien. En dan komt er iemand met een zak met geld en dan zegt Marco Bogos, ik breng hem op de fiets naar. Nou, noem maar op welk team. Geen idee. Nee, weet je, want wij weten gewoon dat hij bij ons goed in zijn vel zit. Hij heeft het hier naar zijn zin. En je kan nooit kijken in de toekomst en wat er gebeurt onderweg. Hè. Maar oké, als het zo is, ja, dan dat weet je als je in de situatie van VVV zit. Hè. Dus als je eigen op de kaart zet, maar dat geldt voor iedereen. Of je nou een scorende middenvelder bent, een goede keeper bent. Of Pachonik. Ja, bij wijze van spreken, dus dat blijft altijd hangen. Dus wij gaan ervan uit dat hij nog veel goals voor ons kan maken. Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat ze me voor heel veel geld willen kopen. Dat betekent dat hij er heel veel gemaakt heeft. Goed, het is nu dan dus thuis tegen Heracles. Wisselvallig Heracles, maar ja, geen misselijke ploeg natuurlijk. Nee, afgelopen zaterdag gewonnen. Nee, dat is met 4-1 van Utrecht. Uiteindelijk weten we weer wat te doen staat. En proberen weer de sterkte van hun te elimineren. En proberen hun mindere dingen, dat we daarvan kunnen profiteren. Daar hebben we wel een plan op. Dus daar hebben we deze week weer goed aan getraind. Ja. Ja. Kiersbaum was terug voor de wedstrijd. Hoe zit het voor de rest met ziek, zwak, misselijk? En we mogen niet zeggen wat wie wel heeft en had en heeft gehad. Nee, maar ik weet dat Tristan die gaat het waarschijnlijk niet halen. Tristan Dekker. Ja? Ja, en we hebben met 2 jongens die zijn niet wedstrijdfit. Oké, nou ja, goed. Dan voor de rest weet jij wat je te doen staat. Weten de mannen wat ze te doen staan. Iedereen heeft het nu over, er komt een serie van 4 hele belangrijke aan. Kijk, Ajax thuis durven mensen af te schrijven, Groningen uit durven mensen ook nog af te schrijven. Maar net als dat je een wedstrijd Ajax thuis af durft te schrijven, ga je bij sommigen ook streepjes zetten. Ja, zijn die 4 wedstrijden van nu echt zo belangrijk of is het echt wat jou betreft, jongens, die andere 3 boeien me niet, het is VVV Heracles. Ja, ik vind dat de eerste is altijd de belangrijkste. En we weten allemaal, je krijgt dan het programma binnen van de KNVB, ga een beetje kijken. Ja, maar vaak is rekenen. Is echt onbegonnen werk. Nee, dat hebben we bij Amerikaanse verkiezingen wel gezien. Nee, precies. Maar het is gewoon, zeker nu, ook met de uit- en de thuiswedstrijden, weet je, met wel een gevreemd publiek. Het is onvoorspelbaar steeds. Ja. En je krijgt ook daardoor hele rare uitslagen. Ja. Het is wel te zien. Dus oké, we rekenen ons niet rijk, maar we willen aanstaande zaterdag wel graag 3 punten. Dat dus de eerstvolgende thuiswedstrijd. Tegen Heracles, dit was Koffie met.